Sportvissers van over de hele wereld zijn deze dagen te vinden op het Hollands Diep en Haringvliet. Hier wordt de Predator Tour georganiseerd, de grootste roofviswedstrijd van Europa. Er doen 110 teams mee, dat is 220 man. Nou, je zal zo de stad zien. Het is echt immens groot. Wat zijn de spelregels vandaag? Wat is de bedoeling voor de deelnemers? De deelnemers die hebben een aantal, die moeten 3 vissoorten vangen. En daar hebben ze een maximum van 3 soorten van. En dat gaat dan om de soort snoek, snoekbaars en baars. En wie dan van die 9 soorten de meeste centimeters heeft, ja, die zal de winnaar zijn en die mag er met een mooie boot vandoor naar huis. Wie heeft de grootste? Ja, inderdaad. Ja. Na het start zijn schieten de boten er zo snel mogelijk vandoor. De vissers gaan voor de beste visstek. Voor deelnemers Bas en Christian lijkt het een enorme off-day te zijn. Ja, dan een redelijk valse start met wat problemen. We hebben het gered tot dit stekje. Tot nu toe heeft het nog niks opgeleverd. Maar, niks gevangen nog? Nee, helaas nog niet. Maar dat is de uitdaging. Dus we hopen dat we vandaag nog een stekje vinden waar het gaat lopen. Dat deze grote wedstrijd hier plaatsvindt, is voor de vissers heel logisch. Zeker het Haringvliet staat nationaal en internationaal bekend als een van de beste viswateren. Dit is een uniek gebied waar je dus als sportvisser de magische 3 kan vangen. Een baars van boven de 50 centimeter, een snoek van boven de meter en een snoekbaars van 80 centimeter. En dat is allemaal op één dag mogelijk. Als je heel goed kan vissen en uiteraard geluk hebt. En dat is in weinig gebieden in Nederland of in de wereld mogelijk. En dat kan hier wel. Ja, wij zijn even gaan schuilen voor de regen. Ja. En jullie hebben ondertussen goede zaken gedaan. Ja, we hebben ondertussen toch een plekje gevonden waar het eventjes ging zoals het moest. Dus, eerst vingen we mooie snoeken in ruim in de 80. En vijfde worp daarna, ik kreeg een enorme beuk op de hengel. En voelde meteen een grote zware vis, 1,19, 1,20 meter. En dat was een snoek? Dat is een snoek inderdaad. Dus ja, echt gewoon een gigantisch beest, echt mooi. Dus daarvoor komen we hier. En dat het in de wedstrijd is, ja, dat is helemaal fantastisch. Dan kun je wel een buitje hebben, als het mee zit. En dan is dit gewoon prachtig vis weer, niks mis mee.